cause I'm a fool for your love. Het is maandag vandaag en ik heb er alweer een hele dag op zitten. Ik ben namelijk al naar school geweest en ik heb boodschappen gedaan. Met een hele zware tas. Ik heb echt heel veel gehaald. Ik zal het zo meteen wel aan jullie laten zien. De reden dat ik nu pas begin met filmen is omdat ik mijn camera thuis had laten liggen. Want ik had vannacht bij Miel geslapen. Dus vandaar. Al deze boodschappen heb ik gehaald. Omdat Zoe en ik vanaf morgen weer gaan beginnen met sport en gezond eten. Volgens ons voedingsschema, zeg maar. Want over precies 7 weken gaan we naar Caruela. En mijn summerbody is er nog niet. Die is ook nog op vakantie. Dus ik wil heel graag dat die er komt. Dus daar heb ik nog 7 weken voor. Dus ik ga, ik ga proberen deze 7 weken echt te knallen. Om de dag naar de sportschool voor krachttraining. En dan 1 of 2 keer in de week voor cardio. Ik hoop echt dat de motivatie daar is en er blijft. Want ik wil het echt heel erg graag. Over 7 weken ga ik dus naar Caruela. En over 3 maanden pas naar Kools. Dus moet op zich wel lukken. Ik dacht, ik ga even laten zien aan jullie wat ik allemaal voor boodschappen heb gehaald. Ik ga eerst even mijn jas uitdoen, want ik heb bloedverziekend heet. Trui. Deze trui krijg ik echt super veel vragen over, maar die is gewoon van de Primark, jongens. Lekker goedkoop. Oké, laten we beginnen met mandarijnen. Beetje overblik. Mag wel ietsjes minder. Petta? Ik wil net laten zien wat voor gezond eten ik allemaal had gekocht. Maar het filmcamera uit, hij was leeg. Ik had hem niet opgeladen. Sorry, maar het was gewoon allemaal een beetje gezonde shit. Het was mandarijnen, bananen, rijst en wafels, volkoren beschuit. Dat allemaal. Maar goed, dat is denk ik niet zo erg boeiend. Ik ga zo meteen avond eten. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik een pakketje aan je laten zien. Want er is weer een pakketje binnengekomen van H&M. Voor mensen die mij vaker kijken, die weten dat ik een lichtelijke shopverslaving heb. Maar ik zat net de vlog van Rosa te kijken en die had ook 20 pakketjes binnen. Dus ik voel me niet schuldig. Dus ik ga deze nu lekker openmaken. Er was afgelopen donderdag, was dat? Ja, afgelopen donderdag was er bij de H&M 3 uur lang dat je op je hele bestelling 20% korting kreeg. En dat kon ik niet laten gaan natuurlijk. Ze weten ook wel naar wie ze het sturen. Dus ik heb er 3 dingetjes besteld. Toch? Waar staat dit? Oh, hier. Ja. 3 dingetjes heb ik besteld. Ik ga het even uitverpakken, nou, anders kan je het niet zien. Het festivalseizoen is weer begonnen. En ik ga er ook naar een paar. En ik vond deze steentjes wel... Oh, je ziet het echt voor geen hol. Zie je het zo? Ja, zo zie je het wel. Steentjes voor mijn gezicht gekocht. Deze waren maar 4 euro en ging dus 20% van af. Dus hier ging maar 80... Nee, ja, hier ging 80 cent vanaf. Maar goed, ik wilde deze toch wel hebben. Dus ik dacht, ik bestel ze gelijk mee. En mijn camera is weer aan het knipperen. Dus ik heb hem niet lang genoeg opgeladen. Dus we gaan heel snel door. Dan een haarband. Even kijken. Ik heb vorig jaar al zo'n haarband gekocht in het roze. En zag ik ook deze. En ik dacht, deze is echt heel erg leuk. Dus deze. En deze was normaal 6 euro. Daar ging er ook 20% van af. En dat vind ik heel erg leuk om zeg maar zo jaar te doen. Ja, maar dan een knop hier bovenop. Heel leuk voor op vakantie. Dus die. En ze hebben echt vette andere kleurtjes. Maar waarvoor ik eigenlijk ging bestellen. Stel scherp op mijn hoofd. Mijn camera valt uit. Was deze tas. Deze tas die had ik al heel vaak gezien. In het zwart. Maar ze hadden hier dus ook in het beige. En 30% korting. Of 20%. Dus ik dacht, oh mijn god, ik wil hem hebben. Het is een strandtas. Normaal gesproken is die 30 euro. Kijk even hoe leuk die is. I freaking love it. En er zitten ook van die kwastjes aan. Ik krijg het papier niet helemaal goed af. Maar kijk, dit soort kwastjes zitten er aan. En dit is dus de voorkant. En dit is de achterkant. En van binnen is hij gewoon mega groot. Maar er zit geen rits of drukknoop of iets in om hem vast te maken. Wel een extra klein ritje voor je geld. Ik ben echt totaal niet scherp. Ja, dank u. Dus die. En normaal is die dus 30 euro. En nu ging er dus 6 euro van af. Dus ik heb voor vakantie alvast een strandtas. En ik ben hier echt heel erg blij mee. Ze hebben hem dus ook in het zwart met beige. Maar ik vond dat beige met dat witte wel heel erg mooi. Dus die. Nu ga ik echt mijn camera langer in de oplader doen. Want ik had hem er echt maar 10 minuten in ofzo. Dus vandaar dat die nu alweer leeg is. Ik ga eventjes eten maken. Ik ga een meer granen rijstwafel eten. Met avocado en eitje. Want mijn broertje is uit voetbal en mijn vader is mee. Dus we gaan niet echt avond eten. Oké, ik ga dit even opruimen en eten. En morgen komen we met dokter Martens binnen. Het heeft wel iets langer geduurd. Maar het zal ik morgen of straks uitleggen als mijn camera helemaal vol is. Maar die komen dus morgen binnen. En ik ben freaking excited.
Nee, doei. Kijk, hij sluit je niet aan. Nee, voor mij ook niet. Het staat helemaal... Oké, ik zit helemaal bij ons allebei. Wagen wij het open? Ja, dat is niet echt. Dan word je zo meegetrokken. Hoe kan dat dan? Zulke dikke billen heb ik niet. Dat... En juist waarom? Nee, maar dan toch als je hele dikke billen hebt, zou je denken dat het zo zit en dan ja. Niet zo goed aansluit of zo. Nou, heb je toch dikke billen? Nee, ik vind deze niet leuk, maar misschien die ander die jij aan hebt nu. Of is het dezelfde? Nee, die is anders toch? Die heeft deze dingetjes. Ja, dit is die tweede. Ja. Dat is die. Oh, maar dat was 27. Ja, dat was het niet. Jawel. Oh, dat is die denk ik. Ik weet het niet meer. Nee, dit is een 24. Oh nee, dit is een Super High Rise. Oh, die was er van mij. Is ook de Super High Rise? Oké, deze dan ook weg. Ja, godzijdank. Heb ik alweer geen 26 gepakt. Nee, het is wel deze. Oh, echt? Hetzelfde, ja. We zijn trouwens in de Levi's short shop pas voor als jullie nog. Maar misschien vond ik dan deze juist leuk. Nee. Nou, ik ga deze ook wel passen. Maar... Misschien ook wel een 25. Misschien pas ik dat wel. Ja, die heb ik nu ook aan. Maar met de 24 heb ik... Hij komt niet over mijn benen heen. Ja, maar misschien moest je ook de knoopjes open doen. Ik ben thuis van de stad. Sorry voor het een beetje chaotische begin vanmorgen. Maar het is vandaag in ieder geval dinsdag. Vanmorgen had ik echt geen tijd om te filmen. Want ik dacht dat onze herkansing om 9 uur begon. Maar je moest er dus een half uur van tevoren zijn. Dus ik ben binnen 10 minuten naar school gechased. Toen waren we dus op school en toen was er geen docent. Dus uiteindelijk heb ik gaas voor niks. Maar goed, ik was om 11:30 klaar. Toen ben ik Zoe op gaan halen bij school. Want die had vandaag haar laatste examen. En daarna zijn we eventjes samen de stad in geweest. Want we wilden allebei kijken... Welke maat we nodig hadden van een Levi's shortje. Want vandaag is de naked code van mij geldig. En ook op Levi's shortjes. Dus ik dacht ik had even een leuk broekje scoren. Maar ze stonden allemaal echt niet mooi bij ons. Het was heel raar. Ja, ik weet niet. Hij sloot gewoon niet mooi aan. Dus ik denk dat ik er geen één ga bestellen. Toen zijn we even een broodje gaan eten bij Dungelman. Echt heel erg lekker broodje carpaccio op bruin brood. En carpaccio is rauw vlees. Dus op zich was het niet heel ongezond. Alleen het truffelmayo was niet heel gezond, maar goed. Toen zijn we naar de Zara gegaan. Daar had Zoe heel veel leuke dingetjes. Ik had er ook wel een paar dingetjes. Maar dat rokje, dat rode rokje, vond ik echt niet mooi staan. Dat blauwe topje met die V-hals. Ja, ik weet niet wat ik ervan vond. Ik vond het een beetje op een badpak lijken. Ook de structuur was een beetje een badpak. En dat blauwe topje vond ik zo mooi. Die wilde ik zo graag hebben. Alleen het bandje hier was gebroken een beetje. En het was niet gebroken dat ik hem nog kon maken. En ze hadden geen andere meer in mijn maat. Ze hadden alleen nog maar een L. Dus ik dacht, nou, dan bestel ik hem wel online. Dus ging kijken online, maar daar is die ook uitverkocht. Dus ik heb me nu aangemeld, zeg maar, voor dat ik een melding krijg als er nieuw voorraad is. Dus ja... Vandaag zouden ook de schoenen Dr. Martens binnenkomen. Tussen 12:30 en 2:30. Ze zijn nog steeds niet binnen en het is 2:50. Dus ik ben benieuwd of ze vandaag nog gaan komen. Maar wat ik nu ga doen is lekker online winkelen. Want, oh ja, we zijn ook nog naar de Bershka geweest. Maar Zoe moest werken, dus we hadden ook niet echt tijd om naar heel veel andere winkels nog te gaan. Maar dat gaan we binnenkort lekker doen. Dus ik ga nu lekker online winkelen. Ik ga even vlogjes kijken. En... Oh, even wat water nemen met citroensap. Die tip kreeg ik van Miu. Dat als je wilt afvallen en dan water drinkt met citroensap erin, dat heel erg helpt. Dus, en vanavond ga ik sporten. Ik ga vanavond ook koken voor mijn vader en mij. Gezonde pasta, volkorenpasta. Dus, goed bezig. Ik ga lekker kijken of er online nog leuke kleren zijn. Misschien nog naked met mijn eigen kortingscode. Altijd fijn, altijd leuk. En hoop dat mijn Dr. Martens binnenkomen. Ik kreeg dus net een berichtje via PostNL, zo'n melding, dat de schoenen morgen binnenkomen. Ik kan wel janken. Ik wilde ze zo graag. Het is nu 4:15. Ik heb moed bij elkaar verzameld om een sportoutfit aan te trekken. Ik heb gewoon het hele simpele shirt van Zoe Carson aan. Sportlegging en mijn allstars, want ik kan dus nergens mijn sportschoenen vinden.
echt, ik weet niet waar ze zijn. Ik heb ze echt te lang niet gebruikt. Maar goed, ik ga nu een uurtje cardio doen. En dan morgen 2 uur kracht. En dan donderdag weer een uurtje cardio. Want vandaag gaat Zoe niet meesporten. Want die is nu aan het werk en daarna gaat ze klaarmaken, want ze gaat uit. Dus en ik vind het heel erg ongezellig om in mijn eentje kracht te doen. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon in mijn eentje even een uurtje cardio doen. Wat wel best wel knap is van mezelf, want ik ga echt nooit in mijn eentje naar de sportschool. Maar goed, ik ga even mijn jas aantrekken. En sporten. Het is donderdag vandaag. Ik was net een stukje van mijn vlog aan het bewerken. Alvast maandag, dinsdag, woensdag. Maar ik heb met mijn domme kop dus de beelden van woensdag gewist. Terwijl het woensdagstukje best wel leuk was. Want ik ging namelijk mijn eerste reactie filmen. Op de nieuwe Dr. Martens die ik binnen heb. En een andere broek die ik had besteld. Maar dat stukje heb ik nu dus verwijderd. Dus nu kan ik het weer opnieuw filmen. Maar goed, gisteren was het niet echt een hele boeiende dag. Ik heb van 12:30 tot 19:15 gewerkt in het zwembad. Daarna ging ik sporten met Zoe. En daarna ging ik bij mijn moeder slapen. Dus het was ook niet echt een hele bijzondere dag. Maar ik ging wel een paar leuke pakketjes laten zien die ik dus had besteld en binnen had gekregen. En mijn eerste reactie was zo top. En nu kan ik geen eerste reactie meer filmen. Maar alsnog ga ik het eventjes aan je laten zien. Ik ga even mijn haar vastmaken. Vandaag moet ik ook weer werken, maar dan van 19:30 tot 19:45. Dus dat is 3 uur en 3 kwartier. Dus dat valt heel erg mee. Als het goed is komt Newman dan uit werk gaan. Want hij heeft mijn scooter nog van gisteren. En dan gaan we hier even samen eten thuis klaarmaken. En dan hebben we de verjaardag van Char. Want die is vannacht jarig. Die wordt 19. Dus gaan we eerst met z'n allen bij haar wat drinken gezellig. En gaan we met z'n allen uit in de stad. Dus dat is heel erg leuk. Let ook echt niet op mijn hoofd. Ik heb alleen een beetje mascara opgedaan. Maar mijn wenkbrauwen heb ik niks aan gedaan. En de rest van mijn hoofd ook niet. En ik ben best wel bleek. Maar goed, laten we maar beginnen met de pakketjes. Ik ga maar beginnen met de schoenen. Ik heb namelijk Dr. Martens. En 2 weken geleden had ik dus verteld dat ik een paar Dr. Martens had besteld. Die gecustomized waren met Off-White. De levering duurde heel lang. Maar dat kwam dus omdat ze zoveel bestellingen opeens hadden gekregen. Hadden ze niet op gerekend. Daarom duurde het zo lang. Dus toen zei ze, ja, we hebben er wat extra's bij gedaan. Als kledinggeitje. Als excuus dat het zo lang duurde. Maar dit zijn ze. En het zijn de lage modelletjes. Ik ga ze er even uithalen. Want zo zie je helemaal niks. Even kijken. Dit zijn ze. Het zijn dus de lage Dr. Martens. Maar wat dus hier extra aan is. Is dat ze gecustomized zijn. Met het Off-White logo. Of nou, Off-White inspiratie iets. Kijk hoe ziek. En ze hebben dus deze sleutelhanger erbij gedaan. Om, als kleinigheidje. Omdat het dus zo lang duurde. Ze zitten perfect. Ik heb maat 36. En van normale schoenen heb ik ook gewoon maat 36. Ik was wel voor de zekerheid eventjes in de stad eerst gaan passen welke maat ik nodig had. Want omdat ze dus gecustomized zijn, kan je ze wel terugsturen volgens mij als het niet past. Maar moet je wel nog betalen voor het customized gedeelte. Omdat ze anders hun werk soort van voor niks hebben gedaan of zo. Het staat in ieder geval op de site. Zoiets was het. Ik kreeg super veel vragen waar ik deze had besteld. Ik zal een linkje van hun Instagram pagina in de beschrijving zetten. Want ik heb hun dus gevonden via Instagram. En ik heb binnenkort ook een samenwerking met hun. Maar dat komt allemaal pas over een tijdje. Daar heb ik nu contact met hun over. Of daar heb ik al een tijdje contact met hun over. Maar eerst had ik deze binnengekregen. Dus hier ben ik echt super blij mee. Kijk nou hoe leuk. Onder een leuke spijkerbroek. Maar ook onder een jurkje vind ik dit leuk. Of iets anders. Ze waren €200. Omdat ze dus gecustomized zijn. De mensen vragen, is dit een echte samenwerking met Off-White? Nee, die mensen maken dit zeg maar zelf erop. Dus ja, ik ben er echt heel blij mee. En zijn dus die lage modelletjes. Want ik heb dus al een keer Dr. Martens gehad. Maar het waren die hoge modelletjes. En daar leek mijn been heel erg klein door. En mijn kuit heel erg dik. En ik vond dat echt niet mooi. Dus die heb ik toen weer verkocht. Maar deze zijn echt geweldig. Ik heb ze al aangehad. Of daar gepast. Ik heb ze nog niet gedragen. Maar ik heb ze dus al aangehad. En ze zijn echt geweldig. En dit is dus die sleutelhanger die ze ook zo gecustomized hebben van Off-White. Die zat er dus bij. En die kan je ook in de webshop bestellen. Deze kost uit mijn hoofd €12 of zo. Dus ik ben echt super blij met deze schoenen. Ik wist heel lang niet welke schoen ik wilde. Want ik wilde heel graag nieuwe schoenen. Maar ik wist gewoon niet welke. En toen zag ik deze op Instagram voorbij komen. En dacht ik, ja, jullie gaan bestellen. Het zijn gewoon echte Dr. Martens. Daar kreeg ik ook vragen over. Van zijn het wel echte Dr. Martens? Echte alsters, echte fans. Want ze doen ook alsters en fans. Maar het zijn gewoon echte Dr. Martens. Zij kopen die Dr. Martens in. En zij customizen ze dan. Dus ja. En hier staat serie nummer of zo van die schoenen. Ik heb geen idee. Maar deze in ieder geval. En dan nog een ander pakketje die ik via Marktplaats heb. Ik koop eigenlijk nooit iets via Marktplaats. Ik verkoop altijd alleen maar mijn dingen via Marktplaats. Zoals mijn winterjas of telefoon of mijn camera. Vorige camera heb ik ook via Marktplaats verkocht.
Maar er was een broek die ik super, super, super graag wilde. Ik had hem ook op Unite Wardrobe gezet van als iemand deze heeft en hem verkoopt, laat het me weten, want ik wil deze broek super graag. Maar ik weet niet, ik vind het altijd een beetje raar om kleding van anderen over te kopen. Maar er was dus een meisje die op mijn marktplaats oproep had gereageerd van hey, ik heb die broek. Voor mij is die net even iets te strak, het is maat 36. Ik heb hem maar 3 of 4 keer gedragen. En toen dacht ik, ja weet je, als ik hem gewoon 1 keer was goed, dan is die voor mij weer als nieuw. En ze heeft hem maar 4 keer gedragen. Ik hoop dat ze hem gedragen heeft met onderbroek. Maar oké, dat denk ik wel. En deze broek was nieuw, prijs 225 euro, maar is al van 2 collecties geleden. Dus ik kon hem nergens meer krijgen. Ik weet nog wel, ik was toen in Amsterdam met Miel en zijn moeder. En toen zag ik die broek hangen en toen vond ik hem zo gaaf. Ik dacht, nee, ik ga geen 225 euro uitgeven voor een broek. En daar heb ik toen zoveel spijt van gehad. En ik ben zo lang op zoek geweest naar deze broek om hem bij iemand anders te kunnen scoren. En die heb ik nu dus gevonden voor 130 euro. Wat alsnog redelijk prijzig is voor een broek, maar ik wil hem zo graag hebben. Het is de Flame Jeans van Sandro. Ik denk dat best wel veel mensen deze kennen. Dit is de spijkerbroek. En hij is dus van Sandro in de maat 36. Maar hij valt best wel klein, zei ze al. Want normaal zit ik echt tussen 34 en 36 in. Maar deze 36 zit echt perfect. Hij had niet groter of kleiner moeten zijn. Dus daar heb ik ook echt geluk mee. En ik vind hem zo leuk. Hij is, het is een beetje zo'n mom jeans volgens mij. Terwijl die wel gewoon mooi aansluit bij mijn benen. En de lengte is ook echt perfect. En ik ben zo blij met deze broek. Ik ga hem zo meteen wassen. Want dan kan ik hem of vanavond of morgenavond aantrekken. Maar ik vind hem wel fijn om even gewoon zelf gewassen te hebben. Maar hier ben ik dus echt heel erg blij mee. En die heb ik dus via Marktplaats weten te scoren. Ja, normaal zou ik dat niet zo snel doen. Maar omdat dit, ja, het is toch wel een designer item. Of een goedkoop designer item. Want Sandro, ja, het is wel een designer. Maar het is niet zoals Chanel of zo. Maar het is wel een designer. Daar heb ik het dan wel weer voor over. Want hij was gewoon echt nergens meer te vinden. Echt heel moeilijk om te vinden. Ook in de juiste maat. Maar ik heb hem en ik ben er echt heel erg blij mee. Dus die. Ik denk dat hij ook heel erg leuk staat met mijn Dr. Martens eronder. Dus. Dit ga ik zo meteen even in de was doen. Zodat ik hem of morgen of vanavond aan kan trekken. Ik verwacht ook nog een pakketje van Naked vandaag. Dus als die binnen is straks zal ik dat ook wel eventjes laten zien. Want ik heb dus best wel veel kleren besteld. Maar ja. Ik weet ook echt niet waarom ik steeds in mijn broertje kamer zit. Maar ik vind het gewoon echt een hele chille plek om te filmen. Dus sorry. Maar ik vind het gewoon heel chill. Mijn haar en mijn gezicht ziet er zo niet uit. Voordat ik vanavond uitga, moet ik er echt wat aan gaan fixen. Ik wilde net de vlog gaan bewerken. En toen kwam het pakketje van Naked binnen. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Zoals ik al zei, heb ik echt heel veel. Eigenlijk alles wat ik heb besteld, heb ik in 2 maten besteld. Ik ga het niet nu passen, want ik moet over 50 minuten de tram hebben. Dus ja. Maar wat ik heb besteld zijn 2 Levi's shortjes. In 2 kleuren dus. En 2 maten. En 2 topjes. Ik had namelijk een kortingscode van Naked. En ik dacht van waarom gebruik ik die niet gewoon lekker zelf ook. En zoals jullie konden zien had ik dinsdag met Zoe in de stad Levi's shortjes gepast. Maar die zaten allemaal echt niet mooi. En dit waren net even iets andere kleurtjes en modelletjes. Dus ik dacht misschien zitten deze wel mooi. Dus heb ik in 2 maten besteld. Een 25 en een 24. Omdat ik niet echt wist welke maat ik nodig had. Dus als eerst dit witte shortje van Levi's. Deze is gewoon heel simpel eigenlijk. Dit is de High Rise 501. In een wit kleurtje. En onder is die gewoon strak afgewerkt. En dat vind ik wel heel erg mooi. Hij gaat dicht met 1, 2, 3, 4, 5 knoopjes. En dit is hem. De normale prijs van Levi's shorts zijn 55 euro. Maar nu met die kortingscode was die 46. Dus die. En die heb ik dus ook in een maatje kleiner. Dan datzelfde shortje. In een ander kleurtje. Even kijken. In het lichtblauw. Die had ook nog donkergrijs en donkerblauw. Maar ik vond dit wel mooie zomerse kleurtjes. En aangezien ik mijn vorige 2 Levi's shortjes verkocht had, wilde ik wel weer een paar nieuwe. En dit is het tweede shortje. Zoals je kunt zien is die aan de onderkant wel gerafeld. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind het echt een heel mooi zomers kleurtje. En dit is dus ook weer die 501 High Rise. En deze is normaal gesproken ook 55 euro. En nu dus met die kortingcode 46. En dit is in een maatje 24. En dan heb ik hem ook in een 25. En ze zijn iets vergeten.
Gewoon. Of niet? Oh nee, grapje. En dan nog een topje dus. Ik vond die echt heel gaaf. Het is een spijkertopje. En ik zie nu dat het ook dezelfde kleur is als het shortje. En dat is best wel gaaf om als setje te dragen naar een festival met Dr. Martens eronder en een leuke kimono of zo. Maar die heeft dus ook in twee kleuren, want ik wist niet hoe die zou vallen. In een XS en in een S. Maar de XS ziet er best wel groot uit, dus ik denk dat ik die wel pas al. Even kijken, dit is het topje. Het is dus een spijkertopje. Ik vind het echt heel leuk. Met hele dunne bandjes. En dan aan de achterkant is die ietsjes lager. En aan de achterkant zijn die bandjes niet helemaal afgewerkt, zoals je kunt zien. Nou, ik vind het echt heel erg leuk. Deze was 33 euro MO. En daar ging nu dus ook 15% van af. Met mijn eigen kortingscode. Dus die. En het lijkt me best wel gaaf. Of is het niet? Nou, het is bij. Nou, het is best wel dezelfde kleur. Ik denk dat dit best wel gaaf kan staan zo. En dan een leuke belt bij. En Dr. Martens eronder. Ik denk dat dat een heel leuk outfitje is. En die heb ik dus in een XS. En ook in een S. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om dit nu te passen. Maar aan de andere kant, ik moet me toch nog omkleden. Want ik ga mijn badpak eventjes hieronder aan doen. Dus misschien dat ik het wel eventjes ga passen. Ik was jullie vergeten mee te nemen. Dit is het shortje en de broek. Het shortje heb ik nu aan in een 25, omdat 24 was gewoon echt wel te klein. En dit is de top in een XS. Maar ik ga nog wel eventjes de S passen, want voor mijn gevoel drukt hij het allemaal een beetje plat. Het broekje, ja, ik vind het op zich wel mooi. Maar ik heb dus ook bij de Zara een bestelling geplaatst. En daar heb ik ook twee shortjes besteld. Een witte en in deze kleur. Want ik dacht van ja, die waren maar 17 euro. En stel nou dat die mooier zijn. Dus ik vind hem op zich wel leuk. Maar ik wil wel nog even aankijken hoe die van de Zara zit. Maar ik vind het wel echt een hele mooie kleur. En ik vind het op zich zo'n combi ook wel leuk. En als je dan een leuke kimono eroverheen hebt of zo. Ik weet niet, ik vind het wel leuk. Ik ga even dat witte broekje passen. En even een topje in een S. Dit is het witte broekje. Dat witte broekje vind ik echt heel erg leuk. Ik denk dat ik die sowieso wel ga houden. Ik ga hem wel nog eventjes in een maatje kleiner passen. Want dit is dus die 25. Misschien dat die witte ietsjes anders valt. Dus daar ga ik nog wel eventjes de 24 van passen. En het topje, ik weet niet, deze vind ik weer te groot of zo die S. Want hij zit heel erg laag ook voor mijn gevoel. Dus ik weet niet, misschien moet ik die ander gewoon nog eventjes... zonder BH pas. Misschien dat dat mooier zit. Maar echt jongen, als je claustrofobie hebt. Of ik spreek het altijd verkeerd uit. Maar zelf wat ik bedoel, als je dat hebt. Moet je dit topje echt niet kopen. Je krijgt hem echt zo moeilijk uit. Maar dit broekje vind ik wel heel erg mooi. Dus ik denk dat ik deze in ieder geval wel ga houden. Even kijken welke maat beter zit. Dit is het broekje in een 24. Op zich zit hij ook wel goed. Alleen hij zit hier ietsje strakker. En achter vind ik dit niet zo mooi. Dat zeg maar een beetje dat vetje er van overheen komt. Dus ik twijfel nog een beetje, want boven zit hij wel gewoon beter en sluit hij wel mooier aan. Dus daar moet ik eventjes nog naar kijken. En dit is nu die XS zonder BH, maar ik weet het niet. Dit topje had zo leuk kunnen zijn, maar hij zit heel erg laag en hij plet je tiet heel erg naar beneden ofzo. Ik weet het niet. Die topjes ga ik denk ik allebei terugsturen, want ik vind het gewoon niet zo heel erg mooi staan. Het idee was heel erg leuk, maar helaas, helaas. En dat broekje ga ik denk ik allebei eventjes bewaren om te kijken of ik die van de Zara leuker vind of van Levi's. En dan ga ik daaruit mijn beslissing maken welke ik ga houden. Voor nu ga ik mijn badpak aantrekken, mijn werkbadpak. Ik kreeg heel veel de vraag weer waar ik werkte, maar ik geef kinderzwemles trouwens. Voor de mensen die het niet weten. Daaroverheen doe ik weer gewoon die kleren van net aan. Ik ga even deze troep opruimen met de kleren en dan lekker werken en vanavond uit. En daar heb ik echt heel erg veel zin in, want ik ben al best wel lang niet uit geweest. Of althans niet echt uit in de stad of ergens anders heen of zo. Dus ja, ik ga dit even opruimen. Oh, ik vind het eigenlijk zo jammer van dat broekje dat hij een beetje groot is. Want ik vind deze kleur zo mooi. Maar ik ga gewoon nog even wachten op de broekjes van de Zara. Want misschien zitten die wel veel mooier. En die waren echt de helft van de prijs. Dus daar ga ik eventjes naar kijken. Voor nu aankleden. Even snel iets in mijn mond eten. In mijn mond eten. In mijn mond doen om te eten. En dan naar werk. Het is vrijdag vandaag. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. Ik ben net thuis van Miu. En ik heb met mijn make-up opgeslapen. Dus heel mijn ogen zijn zwart. Maar ik ben dus net thuis van Miu. Gisteren was helaas niet zo gepland en gegaan als ze wilden. Gisteren zou ik, of had ik gewerkt tot 7:15. Toen moest ik me echt heel snel omkleden. En eten en zo. Want Miu kwam mij halen. En daarna gingen we naar Char.
Dat was heel erg gezellig bij Char. En toen zouden we naar de stad gaan, naar de dansschool om uit te gaan. Toen, Char had 2 Ubers geregeld voor alle mensen om naar de stad te gaan. Maar Miel en mij leek dat niet heel erg handig, want hoe kwamen we dan thuis? Want mijn scooter stond nog bij Char en we sliepen bij Miel. Dus hoe kwam ik die dag daarna dan weer thuis? Dus wij zeiden, nou, we gaan wel op de scooter en dan meeten we jullie wel gewoon in de stad. Toen uiteindelijk dachten we van ja, maar als we op de scooter gaan kunnen we niet echt drinken. Dus toen hebben we de scooter bij Miel thuis gezet. Hebben we de Felix gepakt. Dat is zeg maar zo'n soort huurscooter. Die staat gewoon door heel Den Haag heen. Die kan je gewoon pakken. En dan moet je dan voor betalen. Dus nou, voor 3 euro waren wij met de Felix naar de stad gereden. Was allemaal gewoon goed gegaan en zo. Maar de rest was natuurlijk al eerder in de stad dan wij. Dus wij waren bij de dansen al binnen. En Miel en ik kwamen er aanlopen. En het leek alsof ze 3 klassen hadden losgelaten of zo. Die stonden echt voor die deur met z'n allen echt in zo'n grote groep bij elkaar. Dat wij al naar elkaar stonden te kijken van is het altijd zo druk hier? Dus ik keer bellen van ja, is het druk daar binnen? Dus zij zeggen nee, valt wel mee. Ik zeg ja, maar er staan hier fucking veel mensen voor de deur. En ze hebben de deur dicht gedaan. Er mag gewoon niemand meer naar binnen. Dus zij zegt oh raar, nou, wacht even. Misschien mogen jullie zo naar binnen. Dus ik had gezegd van ja, prima. Maar ik ga er niet een uur staan wachten om naar binnen te mogen. Weet je, ik vind dat gewoon ja, sorry. Ik ga niet een uur wachten om ergens naar binnen te mogen. Dus nou, wij stonden daar een half uur of zo en we mochten nog steeds niet naar binnen. En de rij was nog steeds niet vooruit gegaan en ze hadden de deur nog steeds niet open gedaan. Dat ik tegen Miel zei, kom, we gaan naar huis. Dus toen zijn we naar de Mac gegaan en zijn we terug naar huis gegaan. Dus gisteravond was helaas niet zo heel erg leuk. Bij Char was het wel leuk, gelukkig. Ik heb ook nog mijn outfit aan van gisteren. Dit jasje van de Bershka, shirt van Gisele Louise en dit korte broekje van de Zara. En mijn hoofd ziet er dus ook niet uit, want ik heb dus met mijn make-up opgeslapen. Oh, heel slecht, maar ja. Voor nu ga ik eventjes douchen, even mezelf opnieuw klaarmaken. Vanavond ga ik wel uit. En als het goed is, komt dat wel helemaal goed. Daar heb ik ook gewoon een kaartje voor. Dus ja, dans is trouwens in de stad. En waar ik vanavond uit ga is bij het Zwarte Pad. Dat is op Scheveningen. Dus ja, dat is ook wel een stukje leuk, maar een stukje meer mijn ding, zeg maar. Oh, allemaal stof. Maar goed, ik ga nu eventjes douchen. Daar ga ik eventjes pakketjes naar de postbode brengen. Naar de postbode, naar het postkantoor brengen voor United Wardrobe. En om 4:30 komt Stijn mij ophalen. Stijn is ook een meisje met een YouTube kanaal. Die zal ik ook wel eventjes in de beschrijving zetten. Echt superleuk meisje. Maar ik was dus uitgenodigd voor het kliniek event. En ik mocht iemand meenemen. En ik vroeg haar van ja, vind jij het anders leuk om mee te gaan? Want we hadden het een beetje erover. Dus ja, superleuk, bla bla. En zij had de auto. Dus zei ja, zal ik je dan ophalen? Dus zij kon mij om 4:30 halen. Rosa is ook op dat event. Dus dat is ook super gezellig. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. Ik ga eerst douchen voordat ik verder met jullie ga praten. Ik heb eventjes gedoucht. Mijn make-up opnieuw gedaan. Mijn haar moet ik alleen nog eventjes doen. Even een beetje... Ja, gewoon even doorborstelen en zo. En ik heb nu een outfit aan. Alleen ik weet niet of ik het leuk vind. Want ik wil heel graag dus die nieuwe broek aan. Maar ik had het niet verwacht. Maar ik vind het zo moeilijk om deze broek te combineren. Aan de ene kant denk ik er moet een wit shirt op. Maar ik heb dus geen wit baggy shirt. Alleen maar echt best wel strakke shirtjes. En dat vind ik er niet zo leuk op. Nou, ik zal even laten zien wat ik nu aan heb. Dit shirtje is van Gigi Louise. En dit is dus die broek van Sandro. En ik dacht het is wel leuk omdat... Oh, hij stelt er niet scherp. Ik dacht het is wel leuk omdat hier vlammetjes zitten om... Ja, om die dan aan te doen. Maar ik weet niet of ik grijs hier leuk op vind. Ik heb nu ook iets van mijn rand eronder. Maar ik weet niet of dit too much is. Ik weet het gewoon niet. Ik vind die broek me ook best wel dikke benen geven ofzo. Ik zeg niet dat ik spijt heb van deze broek, maar of ik hem 130 euro waard vind. En nieuw prijs 2,25, dat weet ik niet zo goed. Ik heb mijn outfit uiteindelijk toch veranderd. Ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon niet zo heel erg chill nog in die broek. Ik moet gewoon even echt een zieke top vinden voor erop wat er leuk op staat. Want dit vond ik gewoon niet helemaal leuk of zo. Ik moest gewoon nog even een beetje experimenteren met die broek. Maar ik zal even laten zien wat ik dus nu heb aangetrokken. Dit is dus wat ik nu aan heb. Dit shirtje is van Gigi Louise. Broekjes van de Zara. En ik heb wel mijn nieuwe Dr. Martens erbij aan. Ze lopen nog best wel stug. Ik ben benieuwd hoe snel ik ze heb ingelopen. Want ik hoor echt verschrikkelijke verhalen van Dr. Martens. Dus ik ben echt heel benieuwd. En ik denk trouwens dat ik gewoon mijn Zara Gavotteertas erbij doe. Want ik heb wel een tas nodig. Oké, nu ga ik pakketjes op de post doen. Een nieuwe pil halen. En dan over een uurtje is Stijn hier. Dus... ik moet een beetje opschieten. Ik heb even pil gehaald. Ik heb de pakketjes op de post gedaan. En mijn oma heeft net nog mijn Zara pakketje bij haar verzorgd. Dus ik ga eventjes de sleutel pakken. Want oma is niet thuis. Maar mijn opa en oma wonen aan de overkant. En mijn oma en tante ook. Dus we hebben de sleutel. Dus ik ga hem even halen. Got it. Ik ga eventjes snel aan je laten zien wat erin zit. Want over 20 minuutjes is Stijn hier.
Dus ik moet wel eventjes mijn telefoon in de gaten houden. Oh, oké. Ik had dus een best wel grote bestelling geplaatst bij de Zara. Want ik had echt een vet leuke broek gezien. En ik was natuurlijk afgelopen dinsdag met Zoe naar de stad. Daar had ik dat leuke blauwe topje gezien. En die hadden ze daar toen niet meer, want die was kapot. Bla bla bla. Dus ik dacht, ik bestel hem opnieuw. Maar ze hadden geen XS meer. Maar wel nog zwart en wit. Dus ik heb die zwarte en witte wel besteld. En ook een blauwe in een M. Maar ik denk niet dat die gaat passen. Maar woensdag toen was ik aan het werk. En toen kreeg ik opeens een melding van de Zara van hij is weer op voorraad. Dus ik heb die mensen nog gewoon weer besteld. Maar die zit nog niet in deze bestelling erbij. Dus die zal ergens volgende week wel komen. Goed verhaal. Ik ga gewoon eventjes laten zien wat ik besteld heb. Als allereerst dus die topjes. Ik had hem dus ook in het wit en in het zwart besteld. Dit is hem. Deze zijn 16 euro en dit is een S. En dit is de M. Maar ik denk dat die M wel echt veel te groot is voor mij. Maar misschien dat die S wel past, want die XS zat bij mij best wel strak. En die heb ik dus ook in het blauw in een M. Ik dacht, weet je, misschien past die M wel gewoon. Ik vond die kleur zo mooi. Dat ik dacht, ik probeer het gewoon. Maar ik denk wel echt dat die M te groot is. En die heb ik dus ook nog in het zwart. In een S en in een M. Dit is de M. En dan is dit de S. En dan volgende week komt ergens de XS en de S binnen van die blauwe. Die blauwe wil ik sowieso hebben. Dus die blauwe hou ik. En dan ga ik even kijken of ik daarvan ook nog de witte of de zwarte hou. Want het zijn wel echt super mooie topjes. Maar ik wist gewoon niet welke maat ik ervoor nodig had. Want Zara raadde mij aan om een M te bestellen. Maar in de winkel had ik een XS. Maar die zat een beetje strak. Dus ik dacht, ik doe gewoon de S en de M bestellen. En dan kijk ik vanzelf welke het beste zit. Maar ik denk dat die M best wel groot is. Maar ja, misschien past die wel. Maar in ieder geval van deze komt dus volgende week nog de andere maatjes. Dus ja. Dan de broek. Ik vond deze zo mooi. Het is een beetje zo'n... hoe noem je dit? Zo'n bouwvakkersbroek? Ik weet het niet. Deze broek was 30 euro en heb ik in een XS. En het is... Oh, ik vind hem echt heel mooi. Het is een beetje een soort van satijnen stofje-achtig. Maar het leek me dus ook heel erg leuk om zo'n zwarte topje erop te dragen. Dus misschien dat ik dat vanavond wel aandoe. Dus ik hoop dat deze broek past. Maar ik ga het nu niet passen, want als ik me nu uit moet kleden en stijlen stoppen opeens, is dat niet heel handig. Dus deze, ik zal even van alles, ook van de dingetjes van Naked, in de beschrijving zetten. Ik heb het gewoon zelf gekocht, maar dan kunnen jullie ook kijken als jullie zouden willen. En dan nog twee shortjes. Oh, deze vind ik wel heel erg leuk. Als allereerste deze, gewoon een spijkershortje. Deze heb ik in een maatje 36 en was 18 euro. En deze shortjes gaan echt veel maat. Het is maat 32 tot 46. Dat vind ik wel heel netjes. Dus die. En diezelfde heb ik ook in het wit. Want ik had jullie natuurlijk al verteld dat ik die shortjes bij Naked had besteld. Maar ook heel eventjes wilde kijken of misschien deze wel mooier zaten. Want deze zijn dus maar 18 euro. En die van Levi's van Naked zijn 46. Dus ja, als deze mooier zit, dan hou ik deze gewoon. Dat is denk ik wel logisch. Dus die broekjes heb ik. Deze broek. Ik hoop zo dat deze leuk staat. Want dan doe ik deze vanavond sowieso aan. Is er nou een vlek op? Ja, het is niet zo'n heel groot vlekje, maar alsof iemand met een pen erop heeft. Een rode pen. Ja, boeien. Ja. Die dus. En dan die 20.000 topjes. Ik hoop dat jullie mijn verhaal snapten hiervan. Maar ik wil gewoon heel graag de blauwe. Maar ja, die komt volgende week binnen. Want ik denk niet dat die M'tjes gaan passen, wat ik al 20.000 keer heb gezegd. Ik val echt in herhaling. Maar die S. Kijk, die S ziet er nog best wel uit alsof het die kan passen. Aangezien die XS natuurlijk een beetje te strak zat. Dus misschien dat ik die S wel pas. Dan hou ik... ja, van die zwarte heb ik al zo'n topje. Maar ja, het is wel echt heel erg mooi. Nou, ik ga gewoon even kijken als ik straks thuis ben. Want het event van kliniek duurt tot 7 uur. En ik ongeveer rond 19:30, kwart voor 8 thuis. Ga ik me even omkleden. Even wat eten met mijn vader samen. En dan ga ik naar Twan toe. En dan gaan we uit met Zoe, Dagmar, Keer, Romy en Twan. Bij het Zwarte Pad in Scheveningen. Dus dat is echt vet gezellig. Oh jongens, en ik heb nu al echt pijn aan mijn voeten van mijn dokter Martin. Dus ik vraag me echt af hoe ik deze dingen ga inlopen. Ik vind het heel knap hoe mensen die ze hebben ingelopen. Want ik heb echt nu al pijn gewoon. Oh, ik ben benieuwd. Maar ik heb een punt gekeken. Nee, wacht, nee, nee. Moet ik erin kijken? Ja. Ja, dat is heel moeilijk. 3, 2,
Het was echt fucking klein. Het was echt heel awkward ook daar. Ja, het was een beetje awkward inderdaad. Ja. Dat was het gewoon. Ja, ik zei nog tegen Stijn, want ik vind het in de auto gezelliger dan dat we daar stonden. Zonder van onze tijd, maar het was wel gezellig. We hebben wel een crèmetje gekregen. Oh ja, ik zal het even laten zien. Die vrouw was wel... Oh, ik kan er niet bij. Die vrouw was wel een beetje een raar wijf, ja, hoor. Ja, misschien ziet ze dit toch? Nee, joh. Ik zie het toch ook weer. Kijk, deze hebben we allebei gekregen. Dus ging zeg maar zo'n scan maken van je hoofd. Ik heb nog een stukje gefilmd daarvan. Ik zei gewoon hetzelfde als jij de hele tijd, hè? Ja, maar we hebben toch ook een beetje hetzelfde. Ja, wat voor huid heb je? Dus ik zei gewoon echt precies hetzelfde. Ik wist ook helemaal niet wat die andere dingen waren. Nee, maar we hebben denk ik ook wel een beetje hetzelfde huid, ja. We rennen lekker met het dakje open. Het. Bijna 3 ongelukken. Ik ben thuis van het kliniek event. Het was echt vet gezellig met Stijn. Echt een leuk wijfie, maar het kliniek event was echt... niet zoveel aan. Ik wil niet ondankbaar klinken of overkomen of zo, maar het was heel klein. Het was niet echt heel top geregeld of zo. Het was ook een beetje awkward. Ik weet niet. Het was gewoon heel raar. Ja, ik weet niet. Het was niet echt wat we ervan verwacht hadden. Wel hebben we heel leuk deze gezichtscreme meegekregen, want ze ging zeg maar zo'n face ID maken. Om te kijken wat voor soort huid je had en wat dan het beste bij jou paste. Dus dat hebben Stijn en ik allebei meegekregen. Het was zo raar, want Stijn en ik dus snappen best wel vaak met elkaar en we kijken elkaars video's. Maar we hadden elkaar nog nooit in het echt gezien. Maar doordat je dus elkaars video's keek, lijkt het alsof je elkaar al kent. En het klikte echt vet lekker. En gewoon lekker lopen praten. En ja, de autorit was gezelliger dan het hele event. Dus ja. Maar ik heb echt zoveel pijn aan mijn voeten. Ik heb gelijk mijn doktermatjes uitgedaan. Ik snap wel dat mensen zeggen dat je die schoenen moet inlopen en dat het pijn doet. Want ik heb zoveel pijn aan mijn voeten. Het is nu 7:15. Om 8:30 hebben we met z'n allebei Twan afgesproken. Ik moet nog wel echt even wat aan mijn haar gaan doen. Mijn haar ziet er echt niet uit. Kijk dan. Kan echt niet. Ik ga eventjes kijken wat ik aan ga trekken. Mijn vader zet nu boodschappen aan doen, want hij is niet thuis. Dus... ik denk dat die boodschap aan het halen is. Nu ga ik even lekker mijn jas uitdoen, want ik zweem mijn eigen helemaal dood. Vet warm buiten. En even lekker filmpjes kijken op mijn laptop. En dan straks lekker uit en eten. En ja. We gaan lekker uit vanavond. Proost jongens. Boing boing. Buiten met die Esther. Zaterdag, ik ben terug van uitgaan. Of terug van Twan. We hadden met z'n allebei Twan geslapen. Ik ga mijn hoofd eventjes niet filmen, want die ziet er echt niet uit. Maar ik wilde jullie eventjes wat laten zien. Ik had deze broek natuurlijk besteld bij de Zara. Super leuk, dus die had ik gisteravond aangedaan. Met mijn Gucci riempje en een zwart topje erop. En toen gisteren kwamen we thuis en toen voelde ik iets heel erg plakken. Zit er dus kauwgom achter op mijn broek. En toen, ja, we waren niet helemaal nuchter. Dus we dachten, nou, we halen het weg met pindakaas. Want pindakaas en kauwgom, dat werkt zeg maar. Maar ja, het is natuurlijk satijn. Dus er zijn allemaal vlekken op die broek gekomen. Dus nu heb ik een broek die ik echt letterlijk... ik sta hier ook echt in mijn onderbroek met een lange trui. Maar nu heb ik dus een broek die ik 1 keer heb gedragen voor 30 euro. Helemaal naar de galamise. Nou, ik vond hem wel echt heel erg leuk. Dus ik denk dat ik hem wel gewoon opnieuw ga bestellen. Maar dit gaat er natuurlijk nooit meer uit. Nooit meer. Ik vind het zo jammer. Maar ja, ik ben even lange nek aan het eten. Het is nu 11:30. Over 10 minuutjes moet ik naar werk toe. Dus ik ga eventjes mijn badpak aantrekken. Hij staat niet scherp. Ja, ik ga eventjes mijn badpak aantrekken. Deze trui is gewoon van Miu. Dus die hou ik gewoon lekker aan. En dan vanavond heb ik eigenlijk geen planning. Gaan Miu en ik samen slapen. Woensdag zijn Miu en ik 3 jaar samen. Dus dan gaan we gezellig samen uit eten. Dus dat is heel erg leuk. Maar dat is pas in de volgende week vlog. Dus ja.